Ik doe het even vlug op de klik. Ik ben Lucinda. Het is een nieuwe dag. Ik had zoveel zin in vandaag. Ik had even zin om gewoon dingen te gaan doen en al. Maar kijk dit weer. Dit weer staat toch helemaal niks toe. Kijk dan. Het is gewoon aan het regenen. Het ziet er niet uit. Waarom nou weer? Oh, ze zijn al papier aan het ophalen. Ik wil het al zeggen. Maar, ja. Ik heb best wel goed geslapen vandaag. Gelukkig. Ik ga me nu nog heel even een soort van klaarmaken om daar beneden te gaan ontbijten. Het is namelijk momenteel 9:30. 9:30, wat zeg ik? 10:30. En we gaan er gewoon een leuke dag van maken. Ik hoor dat ze beneden al bezig zijn met de eettafel klaar te maken. Dus ik denk dat het eten bij elkaar is. Dus ik heb volgens mij een perfecte timing. We zijn een paar uur verder. En ja... Ik zie er echt uit als een spook, volgens mij. Oké, ik heb niet heel veel bijzonders gedaan, als ik heel eerlijk ben. We hebben te straks gebruncht. Het was niet eens meer om buiten, het was brunch. Vervolgens hebben we nog heel even tv gekeken. Ik heb nog spelletjes gespeeld en ik ben nu net naar boven gegaan. Het is momenteel, volgens mij, rond 4:30. Ik heb heel even gokken, mijn telefoon is net uitgevallen, want deze dood wilde me vergeten op te draaien. Dus ik weet het niet meer precies. Maar het zal rond 4:30 zijn ongeveer. Ik ga nu een video editen. Zodat ik die video van morgen in ieder geval klaar heb. En dan hoef ik er vanavond niet meer te doen. En ik ga nog heel even gewoon chillen, video kijken, YouTube kijken, Netflix, weet ik het wat ik in mijn hoofd bedenk. En daar ga ik vandaag de dag mee vullen. Ik zie echt elke keer als ik naar mezelf kijk in het scherm alsof er een spook naar jullie aan het praten is. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben wel gewoon goed wakker. Ik ben gewoon fit. Ik voel me eigenlijk best wel oké. Beter dan gisteren, zou ik het zo zeggen. Alleen mijn gewrichten doen een beetje zeer. En volgens mij zie ik er echt zo vermoeid uit als maar zijn kan. Dus dat is alles. Ik zie er alleen maar vermoeid uit. Ik ben niet vermoeid. Gelukkig. Oké, ik heb het net weggeknipt. Maar zie dit heel even. Als ik hier ga staan, ben ik iets witter. En als ik dan mijn tong uitsteek, dan is mijn tong letterlijk even wit als mijn huid. Kijk. Oké, ik ben echt gewoon een kaaskop. Het is nu officieel, ik ben nu echt een kaaskop. Ik ben denk ik nog nooit zo bleek geweest. Laat me alsjeblieft gewoon op vakantie gaan. Laat me alsjeblieft gewoon in de zon zitten. Ik wil gewoon even een beetje bruin. En ik ga niet lopen fake tannen. Daar heb ik echt een hekel aan. En zeker zonder bank tegenwoordig. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik wil gewoon wel een beetje bruin kleur. En ik wil het gewoon naturel krijgen. Maar dit weer werkt niet mee. Kijk dan. Hij wil niet scherp stellen. Kijk dan. Het regent zo hard. Ik ben zo zwart als ik maar zijn kan. Nu. Qua beeld. Oké. Ik weet niet zo goed wat ik moet vertellen eigenlijk. Ik kan deze energie eigenlijk veel beter stoppen in het editen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu mijn energie stoppen in het editen. Ik zorg dat die... video gewoon inderdaad op tijd online is voor morgen. Ik kwam erachter. Oh, dat wilde ik vertellen. Ja! Oké. Okay. Happy, blije Lucinda is weer terug. Ik kwam er dus achter. Het is niet nieuw, maar ik kwam er wel achter. Een oude klasgenoot van mij. Van het MBO. Nee, het VMBO. Van het VMBO. Die doet blijkbaar ook aan YouTube. Nu maakt hij gewoon... content video's, zeg maar. Dus geen vlogs, maar gewoon video's. Dus ik vind het super tof. Hij heeft wel echt al een heel stuk meer kijkers, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vind het echt wel tof. Dus hij is me sowieso voor. Hij heeft waarschijnlijk ook veel betere video's dan dat ik heb. Maar ik denk dat ik binnenkort even ga kijken of ik zijn nummer nog ergens in mijn telefoon heb staan. En misschien doen we wel even een collabje. Als hij er zin in heeft. Als ik er zin in heb. Als we er samen zin in hebben. Want... oprecht, het is echt een geweldige vent. Tegenwoordig is de vent, toen was het een jochie. Dus ik hoop dat het lukt. Ik kan niks beloven. Want ik ga ook niks beloven. Want tegenwoordig beloof ik een heleboel dingen en kan ik die niet nakomen. Ik beloof ook een heleboel dingen aan mezelf. En die ben ik tot nu toe ook niet allemaal nagekomen, zeg maar. Dus ik ga even research doen. Ik ga even kijken of hij er zin in heeft om een collabje te doen of zo. En wie weet. We zullen het zien. Ik vind het in ieder geval sowieso super leuk om te zien dat hij echt wel gewoon plezier heeft in het ding wat hij doet. Wat ik dus ook doe. En
Hij heeft gewoon super leuke video's, zoals ik verder nu kan zien. Dus ja, mocht je benieuwd zijn naar wie ik bedoel, dan moet je heel even in de beschrijving kijken. Want ik heb heel even zijn YouTube-link gelinkt. En ik heb heel even zijn social media gelinkt. Dus alles staat in de beschrijving. Ja, ik hoop dat je het gezellig vindt om naar hem ook even te kijken. En misschien dat hij ook wat kijkers naar mij kan sturen. Wie weet. Zo leuk. Ik ben echt te hyper. Is het te merken? Ja. Ik ga nu editen. Ik ga nu editen. Intussen is het avond. Er is net ook bezoek over de vloer geweest. Dus ik heb niet heel veel gefilmd. Ik heb wel mijn video vanmiddag geëdit. En online gezet. Ik heb meteen contact opgenomen met mijn oud-klasgenoot. Hopelijk reageert hij snel. Ik weet het niet. Hij zal het wel 10 keer druk hebben dan ik heb. Dus we zullen het allemaal wel zien. Ik ga nu wel slapen, want ik mag morgen weer op tijd beginnen. Ik heb wel een taxi kunnen regelen. Papa brengt me morgen naar het werk. Dat is wel heel even fijn. Aangezien ik vroeg mag beginnen. Ik mag om 9:30 al beginnen. Dus lekker vroeg opstaan. Top. Gelukkig zijn we daar gewend tegenwoordig. Maar vroeg op. En het wordt slecht weer, dus daarom wilde ik ook eigenlijk niet helemaal fietsen. Ik ben best wel verwend, kom ik achter. Sorry daarvoor als je je daaraan irriteert. Dat zou ik best wel begrijpen namelijk. Maar ik ga nu slapen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze vlog. Is dat zo, beloond dan heel veel met een blauw duimpje omhoog. Druk heel veel op de rode knop hier beneden om te abonneren op mijn kanaal. Druk heel veel op het belletje om altijd geïnformeerd te worden als ik een video upload. En dan ben je er als eerste bij en dan zie je als allereerste de video. En dan ben je helemaal blij, gok ik. Dat hoop ik. Ik hoop dat je blij wordt van mijn vlogs. En slaap lekker. Bedankt voor het kijken. En hopelijk heb je een fijne ochtend, middag of avond. En ik zie jou hopelijk morgen bij een nieuwe vlog. Doeg! Slaap lekker.